als ik klein was en er stierf iemand en ik was misschien 10, 11 of 12 jaar. En mijn mama en pa gingen binnen om te groeten, dan gingen de kinderen altijd buiten blijven. Zij gingen nooit groeten. Nooit. Ik ben half manus, half voyageur. In onze cultuur is de dood, ga niet zeggen taboe, maar het wordt toch een beetje weggeduwd, toch zeker als je zou werken in zo'n sector. Ik had een man van Veerle opgebaard en ik liep door de gang richting de ingang van ons, omdat ik iets moest nemen daar. En ik zag Veerle zitten, ze was helemaal in shock, ze was daar met haar kinderen. En terwijl ik doorliep voor iets te nemen, hoorde ik hun praten in het Begrons. Het Begrons is eigenlijk een taal dat wordt gesproken door de woonwagenbewoners, door de reizigers. En zo heb ik dan Veerle aangesproken. Mevrouw, mag ik jou iets vragen? Ik had nooit vergeten. En ze zei, ja, natuurlijk. En ik vroeg van, ja, ben jij een reiziger, woonwagenbewoner? En ze keek en zei, nee, zei, ik ben een voorreiziger. Toen zei ze tegen mij van, ja, kijk, wij kunnen hier inderdaad kiezen tussen veel verschillende urnen, maar ik wil dat niet. Ik zie dat niet graag. En Reggie zou dat ook niet gewild hebben. En toen vroeg ik, ja, maar wat wilt je dan? Ze wouden urnen hebben in een vorm eigenlijk van een oude woonwagen van vroeger. En ik zei van, kijk, geef mij 2 uurtjes, ik ga proberen. En in die 2 uren was het ook beslist, we gaan voor de woonwagen. Het is gewoon mijn ambitie, ik wil mensen helpen. Gelijk dat ik zeg iets dat zij denken dat onmogelijk is, wil ik meegaan voor het mogelijk te maken. Ja. Dat is ja, Gods geschenk geweest. En dan is ze mij voorgesteld dat ze dus iemand kende. Die kost een woonwagentje maken. En dat was het. Mijn gebuur is zeer handig. En hij had vroeger al woonwagentjes gemaakt. En daarom dat ik direct de link lag. Ah, hij kan dat. Hij is mijn enige optie om aan een woonwagen te raken. Op tijd toch. En hij had een boom staan vroeger. Van 100 jaar oud. En van dat is de woonwagen ook gemaakt. En het zitten toch zeker 1000 nageltjes in. Ja. In de woonwagen zijn er altijd 2 deurtjes. Die kunnen dan ook open. En in de woonwagen zelf is er eigenlijk een klein bakje gemaakt met een handvaatje. En zo is de as eigenlijk van Reggie in de woonwagen geschoven. Reggie is er altijd. Dus hier heb ik een armbandje. Dan in iedere auto, in iedere kraam, in de camion. Overal heb ik een klein potje met assen van Reggie. En overal is hij mee. Ja, ze wou echt wel hoe dat jij geboren was, heeft ze hem ook zo afgegeven eigenlijk. En dat is wel belangrijk bij ons. Hoe dat de persoon was ook in zijn of haar leven, gaan wij die persoon ook zo afgeven. Zo. Bedankt voor alles. Voor u. Oh, jongens toch. Dank je wel. Ik ben verzorger-ondersteuner, dus normaal gezien loop ik nooit die voor een uitvaart. En ik heb dat gedaan op vraag van Veerle, omdat ze wel wenste dat ik ja, daar was natuurlijk. Ik had alle vertrouwen gekregen van haar, dus ik heb met mijn volle hart met 100% ervoor gegaan.